Ja, mensen. Er is altijd één zo'n moment wanneer de vlam in de pan slaat. Snel, haal die andere twee. Go! Mr. Montreal, één laatste assignment. Je bent bijna volledig in redemption. Maar jouw laatste opdracht is... Heb jij ooit gehoord van Tom Connelly, voormalig FBI-directeur? En in 2 decennia heeft hij meer dan 50 criminelen vrij laten komen. A federal criminal for nearly 3 decades. Fugitive to the United States. You have been the FBI's number one most wanted. Mr. Montreal. Barcelona's comeback. Oh, who is Gladiator? The mastermind. The critic. You're the critic. It's time to go, nu. Oh, wij zitten hier met machinegeweer. En jij bent de eerste die zijn target wordt dat jij ons laat schieten. Het is altijd één zo'n moment wanneer de vlam in de pan is. Fire upon him! Fire upon that man! We zitten nu op illegaal terrein. Hier is het sowieso illegaal. Zeggen we allemaal dat we niet wisten dat het verboden was, oké? Wat we ook zagen, dat was hier net. Fallback! Dit is nou echt redemption. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Film je al? Arm Frodo, redemption. Heb jij ooit gehoord van Tom Connelly, voormalig FBI-directeur? En in 2 decennia heeft hij meer dan 50 criminelen vrij laten komen. Wat heeft hij dus uiteindelijk gedaan? Met hulp. Van die 50 criminelen is hij uiteindelijk na 20 jaar, toen hij volledig onderzocht werd door de CIA en zo, is hij ontsnapt. Heeft hij van Amerika 2,5 miljard dollar gestolen en met behulp van die 50 criminelen is hij vrijgekomen. Dus ik dacht, hoe zou het handig zijn als ooit als zoiets je overkomt, je gewoon een eigen groep hebt met 50 betrouwbare mensen die jou helpen weg te komen. En vandaag heb ik een brief mee voor 4 van die personen. En daar fietsen we langs. We moeten zorgen dat diegenen niet weten dat wij langs zijn gekomen. Dus we moeten onopgemerkt die brief bezorgen bij die mensen. Klinkt als het beste plan ooit. De 4 personen die we vandaag gaan bezoeken staan bekend om hun alias. The Russian, The Gladiator, The Mastermind. Nu vergeet ik er 1. Hoe heet die ander? Nee, dat vind ik wel. Je hebt de Gladiator, de Mastermind de, en de Critic. Nummer 4. Sta eens terug. Oh, nummer 4. Nummer 24. 24. Is de Gladiator. A.k.a. deze brief. Gewoon hard gooien. Dat is echt de raam gooien. Dit is belangrijk. Jij bent niet voor niks nummer 3 op de Redemption List. Ik hoor wat aan jou te hebben, oké? Okay? Nee, dan, Lucas, dat mag echt niet. Dat kan echt niet. Dus we moeten wel weg zijn. It's time for a plan, a mastermind. Go, 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 go. Zagen ze? Ja. De Critic. Welk nummer is hij? De Critic. Hij staat op nummer op lijst 2. Dat maakt niet uit. Pas op, wie staat op de weg? Lijst 1 is er niet goed genoeg voor. Dus we gaan naar lijst 2. Nummertje 43. 43. Ben je gezien? Nee, ik denk het wel. Maar ik denk het rennen door, dan. Door dingen. Door wie? Door degene. Door de critic. Snel, we moeten gaan. Maar, ze kunnen hier elk moment zijn. Maar ik mis met mijn voet betrappen. En je weet wat er wel gebeurt. 35 kilometer per... Volgens mij zit hij in mijn maag. Oké, ik zie er nu heel leuk uit. Oh, ik dacht dat je zei, ik zie haar. Oké, welk nummer is het op de list? E.
De Russian. De Russian. De Russian. De Russian. Ik zei de Russian. Oké, fuck, nummer is het? 22. We zijn bij nummer 22 op de Redemption. Dat is toch wel Engels? Er zit er geen chocoladereep in. Er zit krant in. Er zit een krant. Een telefoon. Een nieuwe telefoon. Dat moet ik nog een keer gewoon doen. Dat vind ik niet eens grappig. Oh, het is wel wat. Dankjewel. Ik kom iemand naar buiten. Het is al helemaal donker, maar we zijn aangekomen bij nummer 50 op de Redemption Normaal List. Normaal doe je dan een flits aan. The Mastermind. Oh, ik gooi hem wel gewoon door een random huis. Oké. Okay. Dit is gelukt. Ik hoor honden, dit is eng. Ja. Heel hard? Nee. Nee, die was schuim. Oh. Oh, dat staat er mooi op. Dat is wel gelukt. Ja, ja, ja. Lucas, doe ook je masker op. Oké, en vuur! Oké, ben je ready voor de volgende huis? Altijd. Oké, probeer nog eens. Dit kan je echt beter.